أنصار الشريعة بالعوالي والسيوف المرهفات المشرفية. Weet niet wat broertje is. Ik weet dat hij dat niet met eigen overtuiging heeft gedaan. Dat is echt iets dat deze ronselaars die jongeren zo in hun greep hebben gekregen dat ze op een gegeven moment alles met ze konden doen. Mijn ouders die hebben het gevoel alsof hij ontvoerd is eigenlijk. Het gezin, alsof hij het huis hebben gepikt en meegenomen. Als ik zijn stem niet zou herkennen over de telefoon, dan zou ik eigenlijk denken dat het gewoon niet eens mijn broertje is. Dit is het verhaal van Hakim uit Den Haag. Net 20 is hij pas. Op dit moment is hij in Syrië als strijder aan de zijde van een radicale islamitische strijdgroep, midden in een levensgevaarlijke oorlog. De broer van Hakim vertelt vandaag voor het eerst zijn verhaal. Volgens hem is zijn broer niet uit vrije wil gegaan, maar slachtoffer van een internationaal ronselnetwerk. Hij vertelt één vandaag en Omroep West hoe geraffineerd dit netwerk te werk zou gaan en wie zijn broer geronseld zouden hebben. Ook andere jongeren zouden zo zijn geronseld, bevestigen hun familie en bronnen die niet in beeld willen verschijnen. Deze ronselaars zullen echt niet stoppen. Hakim is volgens zijn familie ingepalmd en gehersenspoeld door ronselaars die hem onder andere via internetvideo's klaarstoomden voor de jihad. De filmpjes roepen op om moslimbroeders in Syrië te helpen. Wat we hebben gemerkt is dat hij heel veel achter zijn laptop zat. Heel veel. Om te voorkomen dat Hakim in Syrië in de problemen komt, wil zijn broer alleen onherkenbaar zijn verhaal doen. Het is zeker mensenhandel. Je bent niet vrij. Je bent niet vrij in Syrië. Ze kunnen niet besluiten om ergens anders naartoe te gaan. Mijn broertje zegt zelf over de telefoon dat ze in de gaten worden gehouden. Ja, je vrijheid wordt je ontnomen. Je zit heel dag die camera's daar, heel dag te filmen met je. Waar is de camera? Volgens de inlichtingendienst AIVD strijden er ruim 100 Nederlandse jihadstrijders aan het Syrische front. De AIVD liet eerder weten dat de Nederlandse strijders niet zouden zijn geronseld voor geld of onder druk zijn gezet. Ja, dat is natuurlijk klinkklare onzin. Omdat je kan wel iets roepen als AIVD. Maar goed, wij weten wat hier gaande is. De Schilderswijk in Den Haag. Een groepje vrienden is hier vandaan afgereisd naar Syrië. Maar zij zijn niet de enige. Ook uit de wijk Buitenhof in Delft is een groep vrienden vertrokken. En uit Gouda, Zoetermeer en Zeist. Een bondgezelschap van jonge mannen en vrouwen. De meeste net 20. Marokkanen, Turken, Somaliërs, Kaapverdianen, maar ook bekeerlingen. En dus ook Hakim uit Den Haag. Tot voor een paar maanden voor zijn vertrek is hij totaal niet bezig met de radicale islam. Hij ging wel eens naar de moskee. Hij bidt wel. Dat is wel zoals ik. Het was niet zo dat hij een baard had en lange jurken rondliep. Dat dan niet. Hakim is nog nooit met de politie in aanraking geweest. Hij doet een mbo-opleiding en haalt goede cijfers. Mijn broer heeft ook nooit gekke dingen gedaan. Hij was op tijd thuis, hij was op school. Of hij was aan het werk. In het weekend ging hij wel eens voetballen. De mensen met wie hij omging en ook de mensen met wie hij voetbalde, die zijn ook totaal verrast. 26 maart komt Hakim plotseling niet meer thuis. 3 dagen later krijgen zijn ouders pas een telefoontje vanuit Syrië. De afgelopen maand heeft Hakim zijn familie een paar keer kort gebeld. Hij zou in Aleppo zitten. Zijn paspoort moest hij inleveren. Zijn familie vreest hem nooit meer terug te zien. Ja, zijn emotionele gesprekken. We zeggen altijd van ja, dat hij terug moet komen. Dat hij daar niks te zoeken heeft. Hoe kan het dat een op het oog gewone jongen plotseling afreist naar Syrië? Waar ging het mis? Volgens zijn familie slechts een paar maanden voor zijn vertrek, toen hij zich bezig ging houden met de radicale islam. De laatste tijd bezocht hij andere moskeeën, naast de moskee waar wij alle naartoe gaan. Ik heb wel eens gevraagd van waarom je daar naartoe gaat. Dan zegt hij dat daar een Nederlandse lezing is, die hij dus begrijpt. Hakim, maar ook jongeren uit andere steden en de predikers zouden elkaar in het geheim ontmoeten. Bij moskeeën en in huiskamerbijeenkomsten in de regio. Zoals hier op de Haagse Meppelweg. Ik weet wel dat er ook een locatie in Den Haag zelf was. Het is de Meppelweg. Dat daar een soort van een garagebox of kelder was waar ze bijeen kwamen. De jongeren zouden hier in geheime bijeenkomsten gehersenspoeld en opgehitst zijn om naar Syrië te gaan. Ze zouden zijn ingepalmd door ronselaars. Tegen 2 specifieke ronselaars is inmiddels 3 keer aangifte gedaan. Er loopt nu een groot politieonderzoek naar deze mannen. Een van die personen staat bekend als Ibrahim de Turk. Dat is een bekende in de Schilderswijk in Den Haag. En een Azzedine, Abu Musa.
die ook een speel is in dit netwerk. Allahu Akbar! Dit is deze vermeende ronselaar Azzedine C., ook wel bekend als Abu Musa, actief binnen de radicale groep Straatdawa. Deze groep probeert moslims te werven. De locatie op de Meppelweg waar de jongeren in het geheim predikers zouden ontmoeten, stond op naam van een stichting van deze Azzedine C. Hoofdstad van homofilie, hoofdstad van drugs. Noem het maar op, Nederland schittert in bijna elke facet in slechtheid. Daarnaast verdenkt de familie Murat Ö, alias Ibrahim de Turk, van het ronselen van Hakim. Ibrahim de Turk is sinds 2001 in het vizier van de inlichtingendiensten. Hij staat samen met anderen voor de rechter op verdenking van ronselen. Maar hij wordt steeds vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Die persoon ken ik al jaren. Hij heeft mij wel eens ook al aangesproken. Maar ja, dan zegt hij wel eens van, ja, je zou ook een baard moeten laten staan. Of je zou ook in zo'n jurk moeten lopen. Zo begint het. En als hij merkt dat hij aandacht krijgt van die jongens, dan nodigt hij ze uit om een keer naar een lezing te komen. En zo zou Hakim zijn ingepalmd door deze twee vermeende ronselaars. Mijn broertje heeft nooit eerder contact gehad met die personen. Sinds mijn broertje dus contact heeft gehad met die personen, is hij ook naar die moskee gegaan. En korte tijd daarna is hij ook naar Syrië vertrokken. Dus dat is eigenlijk een optelsom van wat je ziet. In de Schilderswijk staat Ibrahim de Turk bekend als een ronselaar voor de jihad. Hij zou hier op het teniersplantsoen bij moskeeën en internetcafés jonge jongens benaderen. Buurtbewoners vermoeden dat hij hier geld aan verdient. Dat zie je ook, die persoon zelf. Ja, dat hoor je ook vanuit de omgeving. Maar je ziet ook dat hij bijvoorbeeld de auto waarin hij rondrijdt. Volgens mij heeft hij voor zover ik weet geen baan. Hij rijdt wel in een dure auto rond. Ik heb gehoord dat hij ook een andere stapel geld liet zien. Van kijk eens wat ik heb verdiend of wat ik heb ingezameld voor de jihad. En dan denk je van ja, waar komt dat geld dan vandaan? In december verdwijnt er plotseling een goede vriend van Hakim. Hij blijkt al eerder te zijn afgereisd naar Syrië. De vader van deze vriend komt erachter dat hij lezingen bezocht en probeert uit te zoeken waar. Om ontdekking te voorkomen zou het gezelschap zijn verkast. Van de Kelderbox in Den Haag naar Zoetermeer. Het zijn de plekken die ook veel andere jihadstrijders uit bijvoorbeeld Delft en Gouda zouden hebben bezocht. Kort na de bijeenkomst in Zoetermeer vertrekt Hakim naar Syrië. Waar hij nu precies zit is niet duidelijk. Het is zeker een crimineel netwerk. Het is ook zeker mensenhandel. Op het moment dat ze dan daar aankomen, dan kunnen ze eigenlijk niet terug. Je paspoort wordt van je afgepakt. Had jij en je familie zelf niet meer moeten doen om hem te beschermen? Op dit moment denk ik dat wel, ja. Nu denk ik van, ja, was ik maar een keer naar die moskee geweest of naar zo'n bijeenkomst. Was ik maar een keer met hem mee geweest om te kijken van wat daar nou precies gebeurt. Deze personen zijn bekend bij de overheid, maar ze kunnen ongestoord hun gang blijven gaan. Dus dat maakt het alleen maar frustrerender. Het liefst heb ik dat ze gewoon die personen oppakken en verhoren. En deze ronselaars, die hebben daar contacten in Syrië. Die kunnen ervoor zorgen dat zij terugkomen. Stel dat die ronselaars een aanslag plegen in Nederland. Ja, dan wordt er wel anders gepiept. Dan komt het wel heel dichtbij. Dan gaat iedereen zich wel boos maken van waarom heeft de overheid hier nooit iets aan gedaan. Deze activiteiten zijn nog steeds gaande. En er zijn jongeren die nu ook van plan zijn om af te reizen. Dat hoor je van in de omgeving. En dan denk je van, hoe lang moet dit doorgaan? Allahu Akbar.